als je gaat kijken wat vinden die mensen het leukste of hoe werkt een algoritme, dan zijn het vaak specifieke aandelen. Zou ik de hele dag over Tesla praten, de hele dag over NIO of ja, heel populaire aandelen, zou de meeste views opleveren, het meeste geld waarschijnlijk ook voor mij daarvoor. Maar ik denk niet dat dat het beste is voor de kijker of op de lange termijn. Ik denk juist ook dat nu de markt misschien dadelijk wel gaat draaien, dat het dan juist belangrijk is dat mensen er wel goed op voorbereid zijn en dat ze dan denken, ja, ik wil mensen informeren, maar ik wil natuurlijk niet hebben dat mensen er ook financieel achteruit gaan of En je wil niet dat iemand nee. recht gaat Ja, door je wilt er iets niet wat verantwoordelijk voor jij. zijn, ook al weet ik wel dat het uiteindelijk denk ik altijd wel de verantwoordelijkheid is van een kijker, maar ja, ik zou me niet heel prettig bij voelen als ik weet dat ik een jaar lang over een aandeel heb gepraat waar een jaar later 90% van de waarde weg is. Dus. Welkom bij een nieuwe aflevering van Goudkoorts Gasten. Vandaag de gast bij Goudkoorts Gasten, Ruud. Ruud van Een Passief Inkomen. Ruud, ontzettend leuk dat je even de tijd hebt genomen om in het mooie Amsterdam langs te komen. Geen hond op straat natuurlijk, want keiharde lockdown. Toch fijn dat je hier dan bent. Ruud, kun je jezelf even introduceren? Tuurlijk. Ten eerste natuurlijk bedankt voor de uitnodiging. Altijd interessant. Ja, Ruud van Een Passief Inkomen. Wat is eigenlijk een passief inkomen? Is eigenlijk gewoon, zoals we het tegenwoordig zouden omschrijven, een finfluencer. Al zou ik zelf die term niet zo graag gebruiken. Maar ik wil mensen eigenlijk gewoon misschien motiveren, in ieder geval inspireren om met financiële zaken eigenlijk bezig te zijn. En dat is eigenlijk iets dat ik nu ongeveer 4 jaar, ja, iets meer dan 4 jaar al mee bezig ben. Toen een beetje als een soort van hobby eigenlijk begonnen. En inmiddels is het eigenlijk ja, fulltime. Ja, nou ja, en dat en ook niet onverdienstelijk. Je hebt een flinke hoeveelheid volgers of abonnees op je YouTube-kanaal weten te bereiken in een relatief korte tijd. Ja, hoe ben jij gekomen tot, ja, wat was de inspiratie voor jou om te zeggen, nou, je bent 34, heb je mij zojuist verteld. En hoe ben je eigenlijk gekomen tot waar je nu bent in de zin, wat heeft jou geïnspireerd om je bezig te gaan houden met beleggen en investeren en vooral natuurlijk ook dat naar buiten brengen? Ja, ik denk dat het eigenlijk altijd wel zo is geweest dat ik, ja, ik heb altijd meer gehad, niet per se met wiskunde, wel met economie, vond ik altijd wel interessant. Relatief vond ik wel leuk, cijfers, berekeningen, dat soort dingen. Alleen toen is het denk ik, ik ben trouwens wel ooit op mijn 18e al wel vrij snel toen het eenmaal mocht gaan beginnen met beleggen. Toen waren natuurlijk nog, ja, was veel anders. Het was denk ik, de stap om te beginnen was denk ik groter. Het was minder makkelijk Absoluut. om bij een broker online alles te regelen. Al had je volgens mij toen wel, ik weet niet of het ING was of het was juist het aandeel ING dat ik kocht. Waarom kocht ik het? Omdat het 1 of 2 euro kostte. Dus achteraf gezien dacht, ben er ook niet heel lang mee doorgegaan, maar dan denk je wel van, oh, dat had ik misschien wel meer kosten gemaakt dan dat het heeft opgeleverd of dat het waard was. Maar ik denk wel een belangrijk leermoment. Toen ben ik weer een tijdje gestopt. Toen heb ik nog wel, rond de financiële crisis 2007, 2008, wel weer een beetje gezocht. En er was vooral een soort van veiligheid of zo. Toen heb ik edelmetaal zelf gehad. Fysiek goud, fysiek zilver. Dat heb ik naderhand ook weer verkocht. En toen is het eigenlijk weer in 2016 geweest dat ik, ja, begin 2016 dat ik denk weer opnieuw die zoektocht ging, maar dan nou wel met een ja, iets beter voorbereid of met een serieuzer doel, denk ik. En dat heeft er vooral mee te maken, ik kom uit een ondernemersfamilie, zeg maar, dus we hebben altijd een eigen zaak gehad thuis. Dat is toen ooit failliet gegaan. Een van de winkels heb ik toen doorgestart en samen met mijn ouders gedaan. Alleen toen ik bijna klaar was met school, toen overleed ons man. Dus toen ben ik wel in het bedrijf gegaan, was eigenlijk niet per se mijn bedoeling. Tenminste, ik vond het wel leuk, maar ja, ik dacht altijd dat ik gewoon in loondienst zou gaan, bijvoorbeeld. Dus toen heb ik dat een paar jaar gedaan en toen was het 2015 dat mijn vader plotseling overleed. En toen had ik dus nog wel die winkel, ik zat nog aan een huurcontract en zo. Alleen
dat zeg maar eind 2015 gebeurt, dan is het zeg maar begin 2016 dat je eens een keer rustig over dingen gaat nadenken en juist gaat nadenken over je toekomst. En dan kom je er eigenlijk achter, misschien ondernemers zijn altijd bezig. Zijn ons papa ook altijd van, mensen die in loondienst zijn, die onder werktijd kijken zijn naar het weekend. Als je ondernemer bent, dan ben je in het weekend nog steeds bezig met je werk bijvoorbeeld. En het is niet erg dat ze dat deden, want of deze heel graag natuurlijk. Maar je gaat wel denken van, ja, wat wil ik in mijn toekomst? En zoals ik ook al zei, ik wist dat het huurcontract nog 2 jaar of 3 jaar liep. En dan denk je van, wat zal ik dan gaan doen? Want als je dat weer gaat verlengen, je moet opnieuw investeren in je winkel. Dus dan stop je er geld in. En je gaat je eigenlijk verplichten de komende 5 of 10 jaar 70 uur te blijven werken. Dus dat was voor mij de reden om te gaan kijken van, op dat moment had ik in principe wel geld. Ik had wel inkomen en ik had geen tijd. Dus tijd was eigenlijk, ja, het moest zo min mogelijk tijd kosten. Maar ik wilde wel iets doen dan met mijn geld. En dan vandaar natuurlijk uiteindelijk ook een passief inkomen. Het belangrijkste deel is denk ik het passieve, dus zo min mogelijk tijd. En toen ben ik eigenlijk weer opnieuw een beetje begonnen met beleggen, of in ieder geval informatie zoeken over beleggen. En het was toen al wel, je had wel Nederlandse blogs bijvoorbeeld. Maar wat op YouTube stond was eigenlijk allemaal Engelstalig. En toen ik dat misschien, ja, volgens mij ben ik mijn eigen kanaal eind 2017 begonnen, dus zeg maar 1,5 jaar later. Want ik dacht toen juist van, ik heb nu al heel veel opgezocht, heel veel geleerd. Maar er is eigenlijk, ja, er zijn Nederlandse blogs, maar ik kijk ook liever een video dan dat ik iets lees bijvoorbeeld. Dus als ik het naar op zoek ben, dan zal er vast ook wel iemand zijn die er naar op zoek is. En dat is eigenlijk de reden geweest dat ik dus, ja, mijn eigen YouTube kanaal toen ben begonnen. In het begin waren er wel mensen naar op zoek. Volgens mij had ik eind 2017 had ik 35 volgers of abonnees. Toen heel 2018 is zijn er 136 bijgekomen of zo. Het was eigenlijk vanaf 2019 en zeker 2020 natuurlijk met corona. Toen zag je dat heel veel mensen interesse kregen. Of misschien niet alleen door corona, maar ook ja, inflatie, lage rente. Ja, toen echt even in begin 2020, in maart ongeveer, die enorme correctie plaatsvond. Toen is waarschijnlijk bij jou ook, toen bestond ineens, we waren allemaal vrij, we konden niks. Dus wat ga je dan doen? Informatie zoeken. Nou ja, allereerst Ruud, ontzettend inspirerend verhaal eigenlijk. Dat je vanuit wat misschien wel start met een tragedie, uiteindelijk tot het besef komt, je tijd is gelimiteerd en wat ga je daarmee doen? Mm-hmm. En dat je dan de informatie die je zelf hebt opgedaan ook nog deelt met al die mensen. Dat vind ik denk ik, dat is misschien wel een van de mooiste vormen van intrinsieke motivatie om iets te starten. En om daar dan vervolgens ook succesvol in te zijn. Want dan komen we natuurlijk ook even, hoe pak jij dat dan aan? Nee, je geeft aan een passief inkomen, dus proberen om zonder dat je daar de hele dag mee bezig bent, toch inkomsten te genereren uit beleggingen, investeringen. En heb je daar een vaste strategie voor? Waar haal jij zelf je informatie vandaan? En zijn er dan ook bepaalde methoden die jij toepast om te komen tot, de markten zijn de afgelopen jaren gewoon ontzettend hard gegaan. Dus voor een deel is het misschien wel, in de bull market kan je eigenlijk bijna niet verliezen. Nee. Maar er zullen natuurlijk momenten aankomen waarop die markt wel corrigeert. En wat zijn dan voor jou manieren om te doen wat je doet? Nou, ik denk dat om te beginnen waar jij zei van, het is een tragedie, maar en dan maak je er misschien nog wel iets moois van. Maar dat is juist omdat je erover na gaat denken. En dat, naderhand ben ik dat ook heel vaak gaan bedenken van, dat merk je ook wel. Tegenwoordig zijn er heel veel jongeren bezig al met beleggen. En dat kan misschien komen door wat er meer over pensioen gepraat wordt, omdat het onzekerder is, of die dingen die ik net ook al zei. Maar dat is natuurlijk wel vaak, denk ik zeker vroeger, was misschien dat je in je 40 of richting de 50, toen ging je een keer kinderen het huis uit, of die waren opgegroeid, dan ging je eens nadenken over wat ga ik de komende jaren doen. En door zo'n gebeurtenis ben ik er in ieder geval eerder over na gaan denken. En dat is denk ik wel, kom je dan ook vrij snel achter dat bij beleggen of bij vermogen opbouwen tijd een heel belangrijke rol speelt. Compound effect of rente op rente natuurlijk. Dus dat voordeel heb ik al. Dus dat is eigenlijk altijd wel ook een van de belangrijke dingen geweest in mijn content. En zeker in het begin, waar het vaak heel
ja, de beginelementen van vermogen bouwen bijvoorbeeld. Relatief veel over persoonlijke financiën. Je moet eigenlijk een goede basis hebben, wil je de volgende stap maken. De volgende stap met passief inkomen kan zijn als je je geld aan het werk zet, bijvoorbeeld beleggen. Of iets opbouwen wat je van tevoren tijd kost, maar naderhand wat minder. Dat is ook een passief inkomen. Dus. En ja, nu is het eigenlijk van alle andere soorten waar ik mee bezig ben, is sowieso goed gegaan, ja, de laatste tijd. En het is ook wel, de content verandert ook wel naarmate je meer abonnees krijgt, meer volgers die vragen stellen. Dus aan de ene kant wordt het ook al makkelijker. Want als je merkt dat er heel vaak dezelfde vraag voorbij komt, of ja, je merkt waar mensen naar op zoek zijn, kan ook wel ooit een beetje een nadeel zijn, omdat, ja, zoals je zegt, we hebben nou een bull market gehad. Zeker, ja, eigenlijk de laatste 12 maanden, sommige aandelen heel populair, waren eigenlijk uiteindelijk vooral hype. Dus dat is ook wel een beetje, dat is, ja, dan merk ik niet alleen aan de content zelf of vanuit wat abonnees zeggen, maar ook in mijn eigen portfolio. Ik heb het natuurlijk heel hard zien groeien omdat ik al heel, ja, vroeg in Tesla aandelen zat. En dat is dan de eerste, ja, stage of stukje eigenlijk, dat het veel meer waard wordt, je vermogen. Maar voor mezelf kom ik nu ook in een andere fase, waar juist het behoud van mijn vermogen een veel belangrijke rol speelt. Ook omdat ik weet dat zo'n markt zoals nu waarschijnlijk niet jaren doorgaat. Het kan wel, maar die kans schat ik steeds minder groot in. Dus ja, het is eigenlijk vanuit verschillende hoeken. En het is ook een beetje, nu met deze dingen, of in deze tijden, kom je ook automatisch, ga je over andere dingen denken, of gebeuren er dingen die niet eerder zijn gebeurd. Dus je gaat ook wel een beetje zelf dingen zoeken. Maar vooral ook, denk ik, wel abonnees of zo. Ja, je input vanuit je kijkers of je volgers. Bepaalt eigenlijk ook de manier waarop jij naar de kijker toe je content in... Niet helemaal, want als ik dat zou doen, dan zou ik... Dat is ook nog zoiets wat wel belangrijk is. Ja, je bent dus zeg maar finfluencer. Al ben ik eigenlijk niemand, wil ik influencer erin. Maar als je gaat kijken, wat vinden die mensen het leukste of hoe werkt een algoritme? Dan zijn het vaak specifieke aandelen. Zou ik de hele dag over Tesla praten. De hele dag over NIO. Of ja, heel populaire aandelen. Zou de meeste views opleveren. De meeste geld waarschijnlijk ook voor mij daarvoor. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat dat het beste is voor de kijker of op de lange termijn. Ik denk juist ook dat nu de markt misschien dadelijk wel gaat draaien. Dat het dan juist belangrijk is dat mensen er wel goed op voorbereid zijn. En dat ze dan denken, ja, ik wil mensen informeren, maar ik wil natuurlijk niet hebben dat mensen er ook financieel achteruit gaan. Of, je wil niet dat iemand recht gaat. Ja, je wilt er niet verantwoordelijk voor zijn. Ook al weet ik wel dat het uiteindelijk, denk ik, altijd wel de verantwoordelijkheid is van een kijker. Maar ja, ik zou me niet heel prettig bij voelen als ik weet dat ik een jaar lang over een aandeel heb gepraat waar een jaar later 90% van de waarde weg is. Dus, ja. Dus het is ook een afweging van, ik weet wat de populairste content is, maar ik ga er niet altijd daar precies dat maken. Omdat ik denk, je moet het vooral zien op de lange termijn, zoals ik zeg. Ja. Kijk 10, 20 jaar vooruit bijvoorbeeld. Maar dat is nogal lastig, denk ik. Nou ja, ik denk dat het vooral voor de beginnend belegger, hè, want jij hebt natuurlijk eigenlijk al een paar hele mooie stappen gezet. En dan is het denk ik voor de beginnend belegger, die wil het liefst zo snel mogelijk zijn. Maar jij bent natuurlijk zonder te doen wat jij hebt gedaan. Het werk te doen wat jij hebt gedaan. Krijg je wel eens mensen die ook, nou, jou proberen op die manier eigenlijk iets los te krijgen om te zeggen van, nou, waar moet ik in investeren? Want ik wil graag ook zo snel mogelijk een mooie portefeuille opbouwen. En hoe reageer je daar dan op? Ja, je krijgt natuurlijk altijd wel vragen. Je krijgt ook relatief veel vragen, dus je kunt niet overal op reageren. Maar meestal zeg ik ook wel van, ja, ik mag geen advies geven en ik weet jouw persoonlijke situatie niet. Dus dat geeft, ja, dan kan ik het ook niet per se zeggen. Ik kan alleen zeggen wat ik heb gedaan of hoe ik ergens over denk. Maar zelf je mening geven is inmiddels al een aanbeveling, heb ik gemerkt. Tenminste, hebben ze het over gehad bij de AFM. Maar in ieder geval, mensen vragen natuurlijk wel om. Maar ik wil, en dat wordt denk ik nu ook al steeds belangrijker, gewoon meer mijn verhaal vertellen. In de hoop dat mensen niet zozeer zien wat ik doe, maar vooral waarom ik iets doe. Want ik denk dat daar ook heel veel uit te leren valt. Zelfs zoals ik zeg, Tesla is een hele grote positie. Inmiddels heb ik daar een groot gedeelte van verkocht. Maar waarom? Ik heb heel veel geld verdiend aan Tesla.
Maar ik denk niet dat dat de komende tijd de beste aandeel is bijvoorbeeld. Dus, mm-hmm. Ja. En het relatieve risico wordt dan ook hoger of groter dan de relatieve winst. Als je er al een hele flinke, als je er al veel winst op hebt gemaakt misschien. Ja, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Want als ik nou het boek teruglees, laatst weer over het verhaal van Tesla. Dan in de tijd dat ik het aandeel had, heb ik ook heel veel risico's. Misschien niet goed ingeschat of te klein ingeschat. Mm-hmm. Maar ik ben ook natuurlijk niet begonnen met één keer heel veel geld in Tesla stoppen. Ik ben begonnen met één aandeel op $345. Ja. Dat was misschien wel 2016 of 2017 geweest. En langzaamaan heb ik er 2 gekocht. Toen keer 5 had ik er 10. Langzaam opgebouwd. Ja. En eigenlijk de laatste tijd, toen het aandeel echt populair wordt, heb ik heel weinig, bijna niets meer bijgekocht zelfs. Ja. Maar mensen zien natuurlijk wel, op een gegeven moment, volgens mij heb ik er in totaal 16.000 of 17.000 euro ingestopt. Over 3 jaar verspreid bijvoorbeeld. Mm-hmm. Alleen het was toen keer 10 gegaan. Dus was bijna €125.000 waard in mijn portefeuille. Dus dat is het bedrag dat mensen zien. Ze zien dat ik 150.000, 160.000 euro in de plus sta alleen op die positie. Ja. Maar ja, dat het een keer dan nog een keer 10 gaat, zou wel kunnen, maar die kans is... Dan is het risico groter. Dus dan zou ik het, ja. Daarom is het ook de positie die ik... Ik had 175 aandelen dus de laatste keer, een paar maanden geleden. Toen heb ik er 25 verkocht, toen een keer 50 verkocht. Ik heb mijn winst genomen. Ook omdat ik het toen ook aangaf, mijn berekening is... Je kunt wel eens hebben analisten die zeggen dat het 1500 waard is of 1600 volgend jaar. Mm-hmm. Ik denk dat het bijvoorbeeld $700-800 is. Ja. Dus het is ook heel lastig trouwens om winst te nemen. Ja, is dat... Nou ja, goed. Ik wil eerst eens vragen... Als je nou terugkijkt naar het afgelopen jaar. Wat is jou dan het meest opgevallen of het meest bijgebleven? Als het gaat om natuurlijk... misschien ook met betrekking tot je eigen ervaring met YouTube. Maar natuurlijk ook je investeringservaring. Ik denk dat... heel veel mensen wel geïnteresseerd waren. Zeker de eerste 2 maanden van het jaar. Is het natuurlijk altijd wel een periode dat mensen goede voornemens hebben en iets gaan beginnen. Dus ik denk dat altijd op dat soort momenten mensen wel op zoek gaan om bijvoorbeeld te gaan beleggen. Maar dat was ook denk ik wel, als je een beetje kijkt naar crypto ook. Ook met aandelen. Het eerste kwartaal was gewoon heel erg goed. Heel goed kwartaal. Heb je automatisch veel views. Als je dan merkt dat de koers onderuit gaan, gaan ook je views onderuit. Want in één keer is het minder interessant. En ik heb dat eigenlijk niet zozeer in mijn eigen portefeuille gemerkt. Tenminste, of het totale beeld niet. Want mijn waarde is groter geworden, terwijl ik niet veel bij heb gestorven. Dat is onder andere door Tesla. Die heeft het hele jaar door eigenlijk wel een beetje flink wat stappen gemaakt. Dus ja, dus... Maar ik denk ook wel dat het een verschil is dat ik inmiddels wel... En heb ik er nog wel op sommige dagen last van dat emotie een rol speelt. Maar eigenlijk moet je het een stap terug kunnen zetten. En in zoverre is dat tegenwoordig ook wel. Het is eigenlijk heel raar als je gaat denken van hoeveel geld er zeg maar in je portfolio zit. Als het alleen maar een getalletje op je scherm is. Mm-hmm. Dan heb je toch... Ga je er anders mee om dan... Dus wat afstand, hè? Ja, dat zeg ik ook wel ooit. Je hebt hier bijvoorbeeld 3 goudstaven liggen. Geen echte, maar... Gelukkig niet. Het zou zo kunnen zijn dat... Ja, niet met goud misschien, maar met aandelen. Dat morgen Tesla gebeurt iets, gaat een derde van de waarde af. Dan zou je in principe nog maar 2 liggen. Dan is dat heel anders dan dat er nu iemand binnen zou komen die weg gaat halen. En dat er nog maar 2 liggen. Dan heb je een heel ander gevoel bij. Dan denk je van, wat gebeurt er? En vooral als het gewoon geld is, geprint geld. Dan, Dan voelt 1000 euro als enorm. Terwijl in een portefeuille 1000 euro... Ja, is 0,3% misschien van een portfolio van... 3% of zo is het. Ja, maar ja, dan door de jaren heen groeit je portfolio ook. Dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Ik ben daar vrij open in, want ik laat regelmatig zien wat ik heb, hoeveel het waard is, hoe ik denk over aandelen. Wordt het natuurlijk wel iets lastiger nu het portfolio groter wordt. Maar aan de andere kant, dat is eigenlijk ook het hele idee geweest van mezelf met het kanaal. Ook vooral documenteren van dat ik nu zelf ook terug kan kijken. Maar ook andere mensen terug kunnen kijken van waar zijn we begonnen? Wat heb ik toen gedacht? Hoe heeft dat uitgepakt een jaar later? Daarom ga ik ook ieder jaar kijken van hoe is mijn portfolio in een jaar tijd gegroeid? Ja, ja. Juist ook eigenlijk
En nu gaat dat al jaren goed, maar ik ben ook zeer benieuwd hoe ik zelf reageer als het bijvoorbeeld volgend jaar halveert. Ja. Ja, nou ja, dan is dat misschien wel een heel mooi bruggetje om ook eventjes vooruit te kijken. Je hebt zojuist al namelijk een paar keer genoemd de AFM, het woord Finfluencer. Nou ja, het is natuurlijk ook actueel nieuws. Je bent zelf ook benaderd door de AFM. Of in ieder geval, je bent in gesprek met de AFM. Want er wordt eigenlijk gekeken naar welke rol spelen... mensen zoals jij, die over investeren spreken op YouTube en ook de afgelopen jaren een flinke hoeveelheid volgers hebben gekregen. Hoe moet de AFM daarmee omgaan? En ja, ik vind dat toch wel een heel interessant onderwerp om even kort over te hebben. Want hoe kijk je daar zelf naar? Je zei al even, het woord finfluencer, dat vind ik eigenlijk geen goed passend woord. Ik vind het zelf ook geen goed passend woord, want ik kijk veel meer naar wat doe je. Je probeert mensen te inspireren, je bent er ontzettend transparant in. Maar hoe kijk je daarnaar? Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat de laatste jaren best wel veranderd is. Toen ik begon, zoals ik zeg, ik maakte filmpjes, er keken 10 mensen naar bijvoorbeeld. 35 abonnees, dan heb je geen invloed. Maar dat is ook heel mijn doel niet geweest op dat moment. Dat ik er geld mee ging verdienen, was ik al... bijna 3 jaar hiermee bezig dus. Als je echt voor het geld doet, dan houd je denk ik niet volgehouden als je van tevoren al gestopt. Nu is het inmiddels wel heel actueel. Het woord finfluencer, dan vind ik het zelf geen fijne benaming. Omdat zelf als ik het woord influencer hoor, dan probeer je iemand invloed te doen. En dan denk je aan bekende mensen met sponsordeals die producten promoten. Natuurlijk heb ik het ook al over een broker bijvoorbeeld. En daar krijg ik een vergoeding voor. Of tegenwoordig dan dadelijk niet meer. Maar dat zijn producten die ik zelf gebruik. Dat vind ik anders dan influencers die betaald worden om iets te gaan zeggen. Dus aan de andere kant, ik ben niet helemaal benaderd door de AFM. We zijn zelf al heel lastig, al langere tijd eigenlijk met wat influencers samen. Dus een WhatsApp groepje. Juist omdat we eigenlijk allemaal dezelfde vragen hadden van wat mogen we wel zeggen, wat niet. Contact komen met de AFM is wat lastig. We hebben het gehoord van mensen die het wel gelukt is, dat je dan vervolgens een jaar lang wordt er heel erg naar jou gekeken. Dus dat wil je ook niet hebben. Je wil eigenlijk wel vragen stellen, maar niet daarop afgerekend worden per se. Dus aan de ene kant is het heel goed dat er nu meer duidelijkheid komt. We krijgen nu meer een soort stappenplan of guidelines die je kunt volgen. Dus ik denk zeker dat het goed is. Ik denk alleen niet dat wat ze er per se mee willen bereiken, dat dat op deze manier gaat lukken. Ik mag dadelijk bijvoorbeeld, als ik een klant aanbreng bij een broker, krijg ik geen vergoeding meer. Maar het staat vrij om reclame. Dus ik denk tenminste dat een broker bijvoorbeeld reclame gaat maken bij influencers. Of bij financiële influencers. Dus dan heb je toch een betaling, alleen in een andere vorm. Dat mag dan wel. Of crypto valt buiten een toezicht. Dus als je het voor het geld doet, ga je meer content krijgen over crypto. Dan ga je denk ik juist mensen richting de wat meer risicovolle producten sturen. Ja. Maar het geeft, zoals ze zelf ook wel aangeven, het geeft wel aan dat ze zijn ermee bezig. Het is voor hun nieuw, het is voor ons nieuw. Ik denk wel dat het fijn is dat er duidelijkheid komt. En dat het dus speelt onder jonge mensen die willen beginnen ergens mee. Ja, dat is dan ook misschien wel een leuke vervolgvraag. Want jij hebt dat natuurlijk de afgelopen jaren ook gemerkt. Een hele stevige groei in YouTube-kanaal. Veel meer deelneming van ook jonge mensen in die aandelenmarkt. En dat is natuurlijk ook niet zomaar. Hè. Je merkt dat in het sociale of in het financiële leven, dat met negatieve rente, met hoge inflatie, eigenlijk we gedwongen worden om op zoek te gaan naar vormen van rendement. Ik ben toch wel benieuwd naar jouw visie daarop. Voor jou was dat niet het begin, hè? Voor jou was dat niet de inspiratie, maar voor heel veel, denk ik, vooral jonge investeerders is het nu wel noodzaak. En dan probeer je juist vanuit, ik denk een aantal van, zoals van bijvoorbeeld vanuit jezelf, maar ook een aantal van de andere personen die met financiële zaken bezig zijn, daar transparant over op YouTube publiceren. Dat ook dat voor hen
een iets nieuws is, die enorme groei van het aantal kijkers, maar ook de noodzaak om te investeren. Hoe kijk je daarnaar? Ik denk dat het inderdaad wat je zegt, toen ik begon, 2016, dingen heel anders waren dan nu zijn. De inflatie was niet zo hoog, rentes ging nog wel. Ik had bijvoorbeeld zelf net een appartement gekocht. 3,19% hypotheekrente vond ik al laag. Denk, zet maar 30 jaar vast, lager gaat het niet. Vorig jaar verhuisd, rente is inmiddels gehalveerd. Dat is trouwens wel een vraag die je heel vaak krijgt van, die ik heel vaak krijg van, als ik nu zou moeten beginnen, want daar zijn natuurlijk heel veel mensen die het willen. Die willen eigenlijk op de korte termijn vermogen bouwen. Ze willen ook over een tijdje een huis kopen. Ja, beleggen voor een korte termijn is niet aan te raden, want heb je het risico, ja, op de lange termijn gaat het meestal goed. Hoe langer je erin zit, hoe groter die zekerheid is, zeg maar, historisch gezien. Dus je wilt het niet voor een korte termijn doen, maar ja, je kunt ook met hypotheek eisen nu of... Ik denk dat het heel lastig is voor mensen en ik zou ook zelf niet weten hoe ik het nu zou doen als ik nu zou moeten beginnen met een huis. Ik heb juist het geluk gehad dat ik in een lage markt eigenlijk goedkoop heb kunnen kopen, goed heb kunnen verkopen, overwaarde had. Ik denk dat het heel lastig is op dit moment. En dan snap ik wel dat mensen op zoek gaan naar waar is rendement te behalen. Je ziet misschien hoe mijn vermogen is gestegen of hoe de aandelenmarkt in het algemeen doet of crypto. Maar ik denk ook vooral dat dat waarschijnlijk ook aangeeft dat het niet het juiste moment is. Want dan zal je waarschijnlijk wel weer op de top instappen. En dat is vooral ook nog heel jammer als mensen dan nu zouden instappen. Volgend jaar gaat de beurs bijvoorbeeld onderuit, 20-30%. Dan stappen ze uit, emotie, angst. En dan zul je ook waarschijnlijk nooit opnieuw beginnen. Dus dat is ook nog eens, als je begint is het juist heel belangrijk dat je, hoe meer kennis je hebt, hoe rustiger je kunt denken. En daarom zeg ik ook altijd, denk 10 jaar vooruit, denk 20 jaar vooruit. Gebruik alleen geld wat je die komende tijd niet nodig hebt, want dan kun je het ook laten staan. Mm-hmm. Ja, na elke crisis hebben we alweer herstel gezien. Dus laten we hopen, als er een crisis komt, dat er ook weer herstel komt. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. En dat zal voor heel veel mensen nieuw zijn. Ook voor mij. Ik heb natuurlijk op sommige posities een verlies gehad. Maar wat als daar heel de markt jarenlang onderuit gaat? Hoe ga ik reageren? Ik heb het geluk dat ik het geld niet per se nodig heb. Maar ja, het is toch niet heel fijn om te zien als het halveert. Maar het is wel bepalend voor hoe mensen de rest van hun leven daarmee omgaan. Terwijl... Het is juist zo'n krachtig model op de lange termijn dus. Nou ja, goed, dat is een interessante discussie. Vooral ook natuurlijk, hoe hou je misschien wel het meest als beginnend investeerder je emoties onder controle? Want ja, regel 1 van investeren, verlies geen geld. Hè. Zorg dat je in ieder geval geen geld verliest. Ja, dat is er toch een die keer op keer door vooral onervaren investeerders wordt geschonden, omdat ze... heel vaak met emotie te maken hebben. Heb je daar voor jezelf nog, met een sterk gegroeide portefeuille, heb je daar zelf nog bepaalde methoden voor ontwikkeld? Of zijn er dingen die jij doet op het moment dat je denkt, oké, de angst zit nu een beetje in de markt, ik zie mijn portfolio een paar procent dalen, dat vertegenwoordigt een fors bedrag. Hoe hou je die emoties onder controle? Ik weet niet of het bewust is, misschien ook wel... Vooral onbewust. Zoals ik zeg, steeds meer kennis, dan kun je er denk ik iets rustiger naar kijken. Aan de andere kant, als je kijkt hoe ik begonnen ben, als je aandeel Tesla, weer als voorbeeld, denk dat ook het beste voorbeeld is in mijn geval, omdat daar de meeste waarde vandaan komt, de meeste groei. Het zat ook het meeste risico in. Het is natuurlijk heel anders als je een paar duizend euro erin stopt, kun je veel meer risico nemen dan dat je vermogen al groter is. Dus naarmate je vermogen ook groeit, ga je ook anders dingen bekijken. Nu ben ik steeds, heeft ook met de markt te maken trouwens, steeds meer zelf een waardering maken. Zelf een scenario bedenken van wat gaat er gebeuren op de komende jaren. Wat is dan iets op dit moment waard? Dat is de reden bijvoorbeeld dat ik mijn positie van Tesla bijvoorbeeld gehalveerd heb. Was meer dan, ik heb eerst verkocht op $1,150, toen nog een keer op $1,000. Ging de koers weer omhoog, dan denk je toch een keer de beslissing genomen. Nu staat je op $900, dan denk je, misschien was het toch niet zo verkeerd. Dus ook al weet ik waarom ik op dat moment verkoop, heb ik het berekend, onderbouwd. Toch heb je nog een vorm van emotie erbij. Is heel lastig af en toe. Ja. Maar ja,
Ja, ik denk dat het vooral, zoals ik zeg, nu je ook meer vermogen hebt, vermogen wil behouden, ga je ook automatisch, denk ik, ja, betere asset allocatie doen. Goud of zilver is denk ik wel weer iets wat nu voor mij in ieder geval belangrijker gaat worden. Misschien niet zo per se als een belegging, maar eigenlijk net zoals je een buffer wilt aanhouden. Dat mocht het misgaan, heb je altijd iets om op terug te vallen. Dus ik denk dat dat ook vooral, dat het ook automatisch gaat. Ja, als je genoeg ervaring opdoet en je hebt genoeg, misschien ook wel de pijn gehad van een bear market. Dan ga je vanzelf nadenken over hoe je de emotie wat minder kan toestaan om ook je besluitvorming te beïnvloeden. Ja, kan ik dat zo zeggen? Ja, dan heb ik natuurlijk niet per se een bear market meegemaakt. We hebben wel een correctie gehad eind 2018, weet ik nog. Toen dacht ik al, oh, dan zal het wel een keer naar beneden gaan. Ging het naderhand weer omhoog. Corona, eigenlijk was dat een relatief snelle correctie. Ja, dus volgens mij in een maand ging het een derde eraf en naderhand ging het weer. Dus eigenlijk had ik toen niet eens de tijd om er goed over na te denken of ik moest verkopen of niet. Ook een heel achteraf heel fijn geweest. Maar het is denk ik vooral, ja, ik weet niet of het ervaring is, misschien, maar denk ik van alles een beetje. Zowel de markt als je vermogen. Ik zou, als ik nu minder geld had, waarschijnlijk meer risico durven nemen, denk ik. Het blijft altijd wel een gevoel. Ja, nou ja, voordat we dan naar jouw verwachtingen, of in ieder geval wellicht indicatoren voor 2022 gaan, want ja, het is december 2021, dus het is dan goed om ook even vooruit te kijken. Je hebt een pet op, daar staan goudbaren op. Nou, ontzettend leuk natuurlijk, omdat je bij Gold Republic op bezoek bent. Maar heb je iets met edelmetaal? Je gaf al even aan dat je wel eens eerder fysiek edelmetaal had gekocht. Is dat, wat is jouw gevoel bij goud en zilver? Zoals je zei, toen had ik het, ik weet niet precies wanneer, volgens mij 2007, 2008 gekocht. Dat was echt vanwege die crisis op dat moment. Je zag onrust of paniek of onzekerheid. En dan, je kunt natuurlijk goud of zilver of andere edelmetalen als een belegging zien. Ik denk dat dat vooral op een korte termijn ook iets is. Tenminste, zo zie ik het. En ik zie het vooral denk ik meer als ook een soort van verzekering. Mocht er iets misgaan, dan heeft dat nog waarde. Terwijl misschien een aandeel niets meer waard is. Dan weet ik niet of dat, ja, de situatie mee wil maken dat zoiets waarde heeft. Maar het is wel fijn om te weten dat je, ja, een soort van verzekering hebt op je portefeuille of op de negatieve kant. En ook dat is weer, toen had ik geen aandelen, had ik alleen dat. Nu heb ik alleen aandelen, heb ik nog geen goud en zilver. Maar het is wel dus iets wat ook volgend jaar denk ik wel weer iets een rol gaat spelen in mijn eigen portfolio. Je ziet al dat renteverhogingen aan zitten te komen. Inflatie zal misschien een beetje blijvend zijn of hoog blijven de komende tijd. Heeft effect op markten. Ook, ja, dat zijn wel dingen die in ieder geval reden zijn om goud en zilver te overwegen. Ja, in ieder geval, ja, als ik met kleine posities een risico neem, bijvoorbeeld Alibaba nu 2% of zo van mijn portfolio, terwijl het heel erg naar beneden gaat, kan ik ook natuurlijk, waarom zou ik dan juist niet doen 2, 3, 5% goud en zilver, ja, in de hoop dat als het ene slecht gaat, gaat het andere goed. Dat is ook de reden dat ik begin dit jaar kleine positie heb genomen in Barrick Gold. Dus niet het fysieke goud, maar wel de goudmijn. Ja. Ook omdat je er iets makkelijker in en uit kunt stappen, denk ik. Is mijn gevoel, weet niet of het klopt. Maar wel in ieder geval iets als een soort van hedge tegen als het mis zou gaan. Of juist. Ja. Nou, dan Ruud, ik denk als laatste vraag. Als jij nu terugkijkend op 2021 ook nog probeert een klein beetje vooruit te kijken. Je hintte er al een paar keer naar. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat we, ja, dat we nu op een heel hoog niveau zitten, dat volgend jaar misschien toch er wat correcties optreden. Je gaf al even aan, renteverhogingen hebben historisch gezien natuurlijk altijd effect op de aandelenmarkten. Kun je voor jezelf een soort schets, of voor onze kijkers eigenlijk, even schetsen wat jij voor volgend jaar wellicht ziet aankomen, zonder dat het een koersvoorspelling of advies is uiteraard? Nou,
De laatste video die ik had gemaakt ging bijvoorbeeld over die rentes, omdat je hoort vaak rentes hebben impact op koersen. Heb ik uitgelegd waarom. En dan kun je zien dat een kleine verandering, of misschien komen er zelfs 3 aan, is de verwachting, dat die wel impact kunnen hebben op de hele brede markt. Dus dat is voor mij al een reden om daar posities te veranderen, verdelingen te veranderen, bijvoorbeeld winst te nemen op Tesla, groeiaandeel, risico. Terwijl juist dat te investeren heb ik een gedeelte daarvan bijvoorbeeld in een ETF, juist voor de lange termijn. Je ziet ook in het nieuws dat beurzen staan eigenlijk allemaal tegenwoordig net iets minder, maar bijna all-time high. Vorige maand ongeveer wel. De AEX doet het heel goed, 27% in de plus. Amerikaanse beurs ongeveer hetzelfde. Terwijl als je gaat kijken van bijvoorbeeld de S&P 500, 500 bedrijven, is het eigenlijk de top 1 die zorgt voor een derde van alle winsten. Dus je denkt dat het met de hele markt heel goed gaat, terwijl het eigenlijk 5 bedrijven zijn die zorgen dat het er heel positief uitziet. Dus ook als je dat gaat denken van, er komt dadelijk een moment dat, laten we hopen binnenkort, na corona, weer alles een beetje terug gaat naar het normaal. Hoe reageert een bedrijf als Microsoft of Apple daarop? En als daar iets misgaat, koersen dalen of winsten dalen, dan heeft dat dus ook meteen een enorme impact op de hele markt. Dus ook dat zijn, ook al gaat het nu goed, ik zie wel gebeuren dat het een keer, zoals het nu zo goed is gegaan, ook vrij snel slecht gaat, laat het zo zeggen. Ja. Dus, en ja, dan heb je natuurlijk nog het gebeuren met influencers. Dus ik denk wel dat we allemaal door kunnen gaan. Alleen moeten we net iets anders vertellen of net iets niet vertellen. Is misschien ook ooit. Ik moet nog een beetje een weg in vinden, maar ik denk niet dat het per se slecht is. Dus mensen zullen altijd wel informatie kunnen blijven zoeken. Zullen ook altijd mensen content blijven maken. Ik denk dat het juist belangrijk is op zo'n moment. Niet alleen vertellen als het goed gaat, maar juist ook laten zien en gewoon doorgaan als het minder goed gaat. Want daar is denk ik waar je de mensen echt mee helpt. Ja, ja, dat zijn vaak de meest leerzame momenten. Op het moment dat het niet gaat zoals je verwacht of hoopt. Maar ja, dat is het moment misschien wel om je ook op voor te bereiden. Nou Ruud, ontzettend bedankt voor je komst. Ontzettend leuk dat je even ook onze kijkers wilde informeren over de reis die jij hebt gemaakt en ook waar je nu staat. Nogmaals, ja, je bent daar op jouw eigen YouTube-kanaal ontzettend transparant over. Dat waardeer ik ontzettend. Dus ik denk ook iedereen die naar het YouTube-kanaal van Gold Republic kijkt, kijk ook even naar het YouTube-kanaal van Ruud, een passief inkomen. Laat ik natuurlijk ook alle kijkers weer even bedanken voor het kijken naar deze video. Heb je die leuk gevonden? Like hem dan even. Ben je nog niet geabonneerd op het YouTube-kanaal, maar vind je onze content wel goed? Dan zou ik het ontzettend waarderen als je even op die abonneerknop zou willen klikken. Heb je een vraag, een opmerking? Wil je even met elkaar in discussie? Misschien een vraag aan Ruud? Hieronder in de comment section. En dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van Goudkoorts Gasten.